Je oogcontouren verjongen met natuurlijke crème van kokosolie. Je oogcontouren verjongen met natuurlijke crème van kokosolie. De mix van kokosolie en vitamine E is perfect om je huid te hydrateren en om je oogcontouren te verjongen door rimpels te voorkomen. De huid rond je oogcontouren is een van de meest delicate en gevoeligste gedeeltes van je gezicht. Dit betekent dat het ook een van de gedeeltes is die de meeste kans hebben om rimpels te ontwikkelen. Het bevat niet veel talgklieren en het produceert minimale hoeveelheden collageen en elastine. Dat is waarom de huid rond je oogcontouren de neiging heeft om meerder tekenen van veroudering te laten zien dan andere gedeeltes van je gezicht. Bovendien is het een van de gebieden die het meest blootgesteld wordt aan de zon en aan toxines in de atmosfeer. Daarom is het geen verrassing dat imperfecties hier vroeg kunnen verschijnen. En alsof dat nog niet genoeg is, het is ook een gebied dat beïnvloed wordt door factoren als een tekort aan slaap, stress, slechte eetgewoontes en andere gewoontes die de gezondheid van je huid aantasten. Het goede nieuws is echter dat er een verscheidenheid aan producten en technieken is die kunnen helpen om huidbeschadigingen tegen te gaan, evenals bij het voorkomen van imperfecties voor ze verschijnen. Veel van de commerciële opties zijn te duur. Gelukkig zijn er 100 natuurlijke alternatieven die beschikbaar zijn voor iedereen. In deze blog zullen we het recept delen voor een huisgemaakte crème van kokosolie. Deze is dankzij zijn specifieke eigenschappen perfect om de huid rond je oogcontouren te verjongen. Probeer het! Huisgemaakte crème van kokosolie voor rond de oogcontouren. Crème van kokosolie is een product dat massa's fans over de hele wereld gekregen heeft. Dit komt door de vele manieren waarop het de gezondheid en de schoonheid van je huid kan verbeteren. Dit natuurlijke product is veel minder belastend voor je portemonnee dan de opties die in de winkels verkocht worden. En daarbij is het mooiste nog dat het geen ongewenste bijwerkingen zal veroorzaken. Samen met de voordelen van kokosolie, gaan we ook de beste voordelen halen uit vitamine E-olie. Dit is een ingrediënt met antioxidante eigenschappen die de diepste lagen van de huid voedt en helpt om slapheid en veroudering te voorkomen. En omdat we zeker willen zijn dat je niet met twijfels achterblijft, hebben we de belangrijkste eigenschappen hieronder voor je op een rijtje gezet. Kokosolie. Kokosolie is een balsem die simpel aan te brengen is en die gemakkelijk door je huid geabsorbeerd wordt. Het wordt als de gezondste hydraterende crème die er is beschouwd. Het helpt om de huid jong, gehydrateerd en beschermd te houden. De vetzuren van middellange vetzuurketens en de antioxidanten geven het antimicrobiologische en schimmelwerende effecten. Dit maakt het tot een krachtig middel om het risico op infecties te helpen verminderen. Kokosolie heeft ook hoge levels laurinezuur, een substantie die de natuurlijke pH van je huid reguleert terwijl het de herstructurering van de cellen stimuleert. Dankzij de natuurlijke eigenschappen zorgt het voor adequate gehaltes collageen en elastine. Het zijn twee substanties die essentieel zijn voor een jonge, strakke huid. Het vermindert ook de effecten van vrije radicalen. Dat zijn de grootste boosdoeners als het aankomt op het verslappen van de huid en premature rimpels.
Tot slot is het uitstekend geschikt voor de gevoelige huid rond je oogcontouren. Dit komt doordat het voor diepe hydratatie zorgt. Daarnaast vermindert het de schadelijke effecten van de UV-stralen van de zon. Vitamine E-olie. De laatste decennia stond vitamine E bekend als de vitamine van het leven en de jeugd. Dit is dankzij de effectiviteit in het tegengaan van alles wat het verouderingsproces van cellen versnelt. Dat is waarom het gebruik intern en extern zo sterk wordt aangeraden voor iedereen die de conditie van zijn huid wil verbeteren, zelfs als er al imperfecties ontwikkeld zijn. Vitamine E-olie verzacht de huid en hydrateert de oogcontouren. Daarnaast voorkomt het de ontwikkeling van die lelijke kraaienpootjes, zoals rimpels rond de ogen soms genoemd worden. Hoe moet je deze natuurlijke crème van kokosolie bereiden? Om de beste resultaten te krijgen als je deze natuurlijke crème aanbrengt, raden we je aan dat je 100 biologische kokosolie te pakken moet zien te krijgen. Het is tenslotte zo dat geraffineerde soorten niet dezelfde kwaliteit aan voedingsstoffen bevatten. Het is ook goed om je er bewust van te zijn dat je niet direct de effecten zult zien. Je moet het blijven aanbrengen om het verschil te kunnen opmerken. Ingrediënten: 6 eetlepels biologische kokosolie, 100 g. 3 capsules vitamine E-olie. 1 luchtdichte flesbereiding. Verwarm de kokosolie eerst op een lage temperatuur. Voeg dan de 3 capsules vitamine E-olie toe. Als het goed gemengd is, haal het dan van het vuur en laat het een paar minuten staan om af te koelen. Giet het mengsel in een luchtdichte fles en wacht tot het stevig wordt. Bewaar het vervolgens op een koele, donkere plek uit de buurt van warmtebronnen. Hoe moet je de crème aanbrengen? Neem een kleine hoeveelheid van de crème. Breng het aan rond de contouren van je ogen met zachte, masserende bewegingen. Zorg dat je je huid schoonhoudt en vrij van welk type cosmetische producten dan ook. Herhaal dit elke nacht voor je gaat slapen. Ben je klaar om het te proberen? Maak deze geweldige crème thuis en ontdek zelf deze prima manier om je huid te beschermen zonder veel geld uit te geven.